3 jaar geleden verhuisde Theater aan de Stroom van de Antwerpse binnenstad naar Linkeroever. Jaarlijks komen hier zo'n 100.000 bezoekers over de vloer. En bij elke voorstelling is het voor sommigen een nieuwe ontdekking. Ik wist eigenlijk niet dat dat hier was. Want wij zijn hier ooit eens komen bowlingen. Dat is hier vlak naast. En ik ben wel verschoten van de grootte van de zalen en zo. Ja, dat is wel leuk, ja. Het is mijn eerste keer dat ik hier kom. En bevalt mij wel. Ze gaan u nog terugzien misschien? Natuurlijk. Ieder jaar vinden hier rond de 500 voorstellingen plaats. Naast de eigen acteurs van het gezelschap staan ook heel wat andere grote namen op de affiche. Wat mijn vader ook had, hè, dat heel speciaal was, die had dingen. Mijn vader die had voetbalshottersbeinen. Het begint eigenlijk heel serieus met Hamlet-vergelijkingen te maken. Maar uiteindelijk begint hij toch zo wat verhaal te vertellen. En dan gaat hij weer terug naar Hamlet. Allee, dat is heel afwisselend. Jij neemt uw atletisch lichaam, jij leert dat. Nee, zeggen mijn collega's, hè. Jij leert dat direct. Ik zeg, ik denk het niet eigenlijk. Reis ik niet graag zo ver. Je zit er direct. Dat zeggen ze dat. Je zegt, warm. Allee, jij klapt toch met iedereen. Hè? Dat is zo plezant als je een busje zegt, goeiedag. Je doet de ogen toe en je zet er. Dus je zet er direct. En ik leer het direct. Hè? En ik zeg dan altijd, ja, misschien dat is van 5, 6 dagen, vind ik dat kost niks. Heel verrassend. Met een titel als Hamlet verwacht je toch een vrij zwaar stuk, maar dat was het dus niet. Dus hij heeft dat op zijn eigen manier weer gebracht. Schattig, lief, plezant. Het wegvallen van de subsidies zou het voorbestaan van het theater bedreigen. Maar honderden handtekeningen en vooral een ijzersterk dossier bezorgde het theater toch de nodige financiële ondersteuning. Het gaat op dit moment heel goed. Het is niet makkelijk. We hebben hier heel veel werken gedaan. Het is financieel dus daarom niet zo simpel. Maar het publiek komt meer en meer en begint echt het theater te ontdekken. Ach ja, Parijs, Berlijn, Madrid. Waar iemand anders met zijn voeten in mijn schoenen zit. Ook internationale wegen liggen nu open. We zijn geselecteerd voor een internationaal festival in Polen, in Krakau. Met Tsjechov zegt Tolstoj vaarwel, een comedy, want het lijkt zwaar te zijn, maar dat is helemaal niet waar. Ik ben alleen een hele contente mens.